Een jaar corona in Tilburg. In onze stad zijn ongeveer 300 mensen aan corona overleden. Overal is en was corona voelbaar. We maken een rondje door de stad. Hi. We zitten in het Hoge Veer aan de Bredaarse weg in Tilburg, bij Amarant. We praten met Koen Brands. Amarant zorgt, ik ga het heel simpel zeggen, zorgt voor ruim 6000 mensen. Ja. Tegenwoordig zeggen ze dan 6000 mensen met een rugzakje, is het dat? Ja, het gaat om mensen met een verstandelijke beperking, een lichte verstandelijke beperking. Niet aangeboren hersenletsel, autisme. Ja, een heel brede doelgroep. En die wonen hier voor een gedeelte, maar er wonen er ook een heleboel op allerlei plekken in de stad. Begeleid wonen, wat nog meer? Ja, ik ben betrokken als manager bij de divisie Wonen in de Wijk. Dus wij hebben echt voorzieningen in de wijk, woonvoorzieningen in de wijk. We hebben een heel groot werkgebied in heel Brabant. Ik werk vooral in Tilburg. Amarant begeleidt ook cliënten ambulant. Een aantal uren in de week ondersteuning. We bieden dagbesteding, specialistische zorg. Een heel breed scala. Ja. Ja. Ga eens even terug in de tijd. We kijken terug naar de corona op een moment dat er ook al een klein beetje licht gloort. We zijn er nog lang niet waarschijnlijk, maar toch. Dan gaat het bij jullie om een hele specifieke groep mensen. Mensen die misschien helemaal niet begrijpen wat er aan de hand is. Hoe gaat dat? Hoe werkt dat? Ja, wat er gebeurde was dat je uiteindelijk kies je voor, met z'n allen voor zekerheid en veiligheid. En dat betekent dat we dagbestedingslocaties hebben gesloten. Dat cliënten dus heel de dag thuis zaten. Dagbesteding, hadden. Mensen die elke dag of een aantal dagen per week ergens... Ja, naar een locatie gaan om daar dagbesteding te doen. Dat kan van alles zijn, kan iets creatief zijn, kan iets arbeidsmatig zijn. En we wilden natuurlijk het risico beperken dat er kruisbesmettingen kwamen, kruisbestuivingen. Dus de dagbesteding ging dicht en dan zit de cliënt in één keer thuis. Dat is een ding wat er gebeurde. Daarnaast... Tegen jou en tegen mij kan je zeggen, je moet thuis blijven, want er is corona en het is beter als je thuis blijft. Precies. Maar jullie hebben ook heel veel mensen waar die boodschap niet aankomt. Ja, of op een andere manier gebracht moet worden. En tegelijkertijd moet je dan met elkaar ook gaan nadenken, wat gaan we dan heel de dag doen als de cliënten thuis zijn die voorheen een dag of een dagdeel weg waren. Dus dat gebeurde er. Bezoek is, zeker in het begin was er gewoon geen bezoek. Hadden we gezegd, op elke voorziening binnen Amarant vindt geen bezoek meer plaats. Nou heeft iedereen, elk mens heeft wel behoefte aan bezoek, maar jullie mensen wat meer denk ik, extra. Ja, inderdaad. En je kunt je voorstellen, het zijn vaak grote voorzieningen met mensen die niet altijd gekozen hebben om met elkaar samen te wonen. Dus dan is het ook fijn dat je bezoek krijgt, dat je verwanten, familieleden, vrienden, kennissen op bezoek krijgt, maar ook op bezoek kunt gaan. Want zelfs in het begin hadden we ook zoiets van, goh, als je op bezoek gaat, dan kunnen wij niet garanderen dat je niet in aanraking komt met het virus. En dan, dat betekent ook iets voor wanneer je dan terug kunt komen. Daar hadden we dan ook afspraken over. Het was volstrekt onduidelijk. Voor ons, laat staan voor onze cliënten. Ja. En dat moest echt op niveau uitgelegd worden. Ja. Ja, met verschillende hulpmiddelen hebben we daarvoor... Bijvoorbeeld, vertel eens, hoe ging dat dan? Er is een site, volgens mij heet die mevrouw Tessie, die het dan op een eenvoudige manier uitlegt. Het zijn hulpmiddelen die op een eenvoudige manier uitleggen wat er nou precies aan de hand. Welke maatregelen zijn er? Wat betekent dat voor jou als cliënt binnen een zorginstelling? Het is ook wel eens moeilijk uit te leggen aan cliënten die met name in de wijk, hè, waar ik dan bij betrokken ben, die een heel regulier leven hebben, een auto rijden, soms ook een baan hebben, naar het werk gaan. Om dan uit te leggen, ja maar goh, je woont op een voorziening voor mensen met verstandelijke beperkingen. Dus dat betekent dat die maatregelen ook voor jou gelden. Ja, en dat betekent niet naar je werk. Betekent niet naar je werk, betekent niet naar de dagbesteding, betekent geen bezoek, niet op bezoek gaan. En die periode hebben we wel zo kort mogelijk weten te houden en hopen te houden. En dat is ook wel redelijk gelukt, want uiteindelijk zijn we heel snel gestart met de dagbesteding op locaties aanbieden. Hoeven ze niet meer ergens naartoe, maar dan probeerden jullie het bijvoorbeeld, wat voor activiteiten waren dat dan? In het begin vooral één-op-één activiteiten. Dat is ook een enorme operatie geweest, want het gaat om heel veel personeel wat je dan op de diverse voorzieningen in moet gaan zetten. Dat is natuurlijk ook hartstikke spannend, niet alleen voor de cliënten, maar ook voor het personeel.
Voor de begeleiders. Dat varieerde van wandelingen maken, één op één activiteiten. Later, als je gaat ontdekken dat er misschien wat ruimte is in kleinere groepen. Wel van de locatie zelf, maar groepjes van 3, 4 mensen op 1,5 meter afstand creatief bezig zijn. Ja. Dus we hebben dat zoveel als mogelijk proberen aan te bieden. De ontwikkeling die we daaruit gehad hebben, is dat we dat sommige van die dingen ook vast willen houden. Eigenlijk ben je als organisatie soms heel verzuild bezig, hè? Dagbesteding wonen. En nu konden we elkaar wat makkelijker vinden. En we zijn heel erg op zoek nu van hoe gaan we dat vasthouden, die modus. We komen straks even op wat heeft Amarant ervan geleerd. Want voor sommige organisaties, sommige mensen heeft het ook wat opgeleverd. Maar daar komen we straks nog eventjes. Zijn er ook... Hebben jullie mensen verloren aan corona? Enkelen. Niet veel. Enkelen, niet veel. Nee, en ook mensen. En hoe kan dat nou? Weet... Want ze wonen allemaal heel dicht op elkaar, soms zelfs in begeleid wonen zitten. Is dat mazzel of. Hoe bedoel je dat? Is dat geluk geweest? Er zijn er een heleboel die dicht op elkaar wonen en in begeleid wonen. Nou ja. Dus de kans dat ze elkaar zouden kunnen besmetten is groot? Is relatief groot. Ik denk niet dat het mazzel is. Het is natuurlijk achteraf heel moeilijk aan te wijzen of wat we gedaan hebben geholpen heeft. We denken van wel. We hebben juist er alles aan gedaan om kruisbesmetting te voorkomen. We hebben alles aan gedaan. Die heftige maatregelen waar ik het net over had, die hebben eraan bijgedragen, denken we. Daar zijn we eigenlijk wel van overtuigd dat het redelijk onder controle is geweest. We hebben het zeg maar... beter onder controle gehad dan het landelijke beeld steeds liet zien. Ja. Procentueel ook. En jij vroeg er net naar, zijn er mensen overleden? Er zijn mensen overleden, maar wel oudere mensen al, met onderliggend lijden. In ieder geval waar ik dan van weet. We hebben wel de indruk dat wat we gedaan hebben, dat het goed was. Dat het heftig was, maar ook dat het goed was. Ja. Er was op een gegeven moment, in het begin was de discussie heel erg, dat werd het kabinet ook wel verweten, dat er heel erg naar de medische wereld gekeken werd en dat de leidraad was voor het beleid. En na een paar maanden kwam er uit allerlei hoeken van, kijk nou eens, wat zijn de maatregelen wel in verhouding tot wat het met mensen doet? Ja. Hebben jullie die vraag ook gesteld? Zeker, ja. Eigenlijk structureel blijvend en doorlopend hebben we steeds onszelf afgevraagd, welk lijden is nou het grootst? Ergens in die tijdlijn kom je ook meer in de positie waarop je die vraag kunt stellen. In het begin is het duidelijk, het kan gewoon niet. De ziekenhuizen lopen over. We doen het niet zozeer voor onszelf, maar we doen het om die druk weg te nemen daar. Zodat we overeind kunnen blijven met z'n allen. Maar zeker in de zomer, waarin je merkt, het gaat weer wat beter. We hebben een soort, ik omschrijf het zelf als het oog van de storm waar we even in gezeten hebben in de zomerperiode. Daarin zijn we wel verantwoord op zoek gegaan naar wat kan meer, wat kunnen we nu meer doen dan voorheen. En een onderdeel daarvan is op verantwoorde wijze de dagbestedingslocaties weer openzetten. Voorzichtig aan. Ja, met zo min mogelijk kruisbestuivingen. Ja. Ja. Zijn er incidenten geweest? En dan bedoel ik, zijn er mensen geweest die het gewoon niet meer trokken? Ja, echt de eenzaamheid, geen bezoek, niet de deur uit mogen? Zeker, die zijn er. Jij zei net dat we begonnen al met zeggen, we hebben ongeveer 6000 cliënten. Dus daar zitten ook mensen bij die het niet meer trokken. En we hebben daarin steeds op maat een afweging gemaakt van, in deze situatie moeten we echt afwijken, verantwoord afwijken van de maatregelen die er zijn. Omdat anders het risico en het gevolg niet meer te overzien is. Nee. Maar wel steeds in overleg met elkaar, met de artsen van Amarant, met de gedragsdeskundigen, verwanten. Om op een zo verantwoord mogelijke manier dan toch af te wijken van de maatregelen. Ja. En dat is steeds wel een zoektocht geweest. Ja. Maar nooit dat we voor groepen uitzonderingen hebben gemaakt. En er moet ook gezegd worden dat degene op de werkvloer, de begeleiding, ook ontzettend hard gewerkt heeft. En ook creatief bezig geweest is met hoe kunnen we onze cliënten erbij houden. Ook als je ziet van die cliënt, daar gaat het wat minder mee. Die begint het nou wel heel erg te missen. Dan toch op maat daar afspraken mee maken, op een andere manier iets anders aanbieden. Dat is steeds een zoektocht geweest. Ja, want jullie hebben eigenlijk twee grote groepen, eigenlijk drie. Je hebt ruim 6000 cliënten, noem ik ze dan maar. 5.500 mensen personeel en 1.500 vrijwilligers. Wat heeft het met die mensen gedaan? Hetzelfde. Spannend, zeker in het begin. Hoe veilig ben ik? Hebben we voldoende beschermingsmiddelen? Ik weet niet of je nog kunt herinneren, maar in het begin was er landelijk eigenlijk een tekort aan beschermingsmiddelen. Persoonlijke, dus handschoenen, mondkapjes, schorten.
Want veel van jullie personeelsleden komen ook dicht bij de cliënten. Ja, dus we spraken van contactzorg. Dus het is steeds het wiel uitvinden terwijl het al draait. En dat proberen zo goed mogelijk te faciliteren. Maar iedereen, of niet iedereen, maar veel begeleiders hadden wel zoiets van spannend, eng. Ook wel leuk, een beetje in de frontlinie, hè, dat gevoel. Er zijn ook veel mooie dingen ontstaan daardoor. Wat ik net al een beetje zei, activiteit op de groep. Maar het was zeker zoeken. Ja, absoluut. Ja. Heb je ook signalen gekregen dat het personeel bang was? Want... Ja, ook op casusniveau noemen we dat dan, hè, op individueel niveau. Ja. Zeker wel mensen die ook een onderliggend iets hebben. Bijvoorbeeld mensen die een COPD-klachten hebben al. Hè, die, zeker. Ja, die longproblemen hebben of andere problemen hebben. En dan denken, en dan moet ik naar mijn cliënten en dan moet ik mijn werk doen. En dan heb ik steeds kan voor mezelf spreken, individueel een risicoafweging gemaakt. En ook wel gewoon wat is goed voor jou als medewerker. Want je moet je wel veilig voelen. Dus sommige mensen hebben ook vanuit thuis gewerkt waar dat kon. Het is op een groep altijd wel lastig. Maar mensen die echt, ja, ik noem maar iets, COPD hebben of zo, hebben in het begin van gezegd, nou, werk vanuit thuis zoveel als mogelijk. Dus ook daar weer op maat afspraken. En wat ook wel mooi was, wat ik redelijk vaak teruggehoord heb, is van begeleiders, ik ben blij dat ik nog naar mijn werk kan. Ja. Want Nederland is dicht, ik kan nergens heen. Zeker in het begin, alles is onduidelijk, maar ik ben blij dat ik even weg kan, even uit de coronabubbel thuis en naar mijn werk. En dat wil ik ook niet onbenoemd laten, dat die sentimenten er ook zijn. Ja, ja begrijpelijk toch? Ja. Ja. Ik zei in het begin al, er gloort wat licht aan de horizon of achter de horizon of misschien al een klein beetje voor de horizon. Hmm. Wat gaan jullie anders doen? Wat heeft het opgeleverd voor de organisatie? Als ik heel bottom-up begin en in het verlengde wat ik net al zei, is wat we hoorden, ik ben blij dat ik mijn werk mag en ik ben blij dat ik met mijn core business, mag ik het zo noemen, bezig ben als begeleider. Dus dat echt gewoon met de cliënten bezig gewoon met mag de cliënt zijn. Bezig zijn. En wat minder met beleid en wat minder met regels en wat minder met... En dat signaal heeft wel een weg gevonden in onze organisatie. En dat heeft zeg maar ertoe geleid dat we nu met wat minder beleid en wat meer met zorg bezig willen zijn. Ook dat willen we vasthouden. En dus hoe ziet er dat uit? Minder beleid en meer zorg? De afspraak die we nu hebben is dat we per team samen met de cliënten en de verwanten kijken hoe staan we ervoor, wat moeten we nog ontwikkelen, wat kan er beter. Dat mogen maximaal 3 punten zijn, er zit een beetje in de pilotfase nog, maar dat mogen maximaal 3 punten zijn. En dat is dan wat we doen en daar houden we ons aan vast en daar komt niks bij. Dat is het streven wat we hebben. En wat is dan het verschil met vroeger? De valkuil is dat je... wat het verschil is met vroeger is, je had veel meer punten waar je aan moest werken. En er kwam altijd wel iets bij. En dat is iets wat we als organisatie moeten leren van, wat er erbij moet, laat dat nou even weg. Laten we gewoon aan de punten werken die we hebben afgesproken. En dat is waar we mee aan de slag willen. En wat gaan de cliënten daarvan merken? Wat ik daar straks al zei, is dat het gevolg daarvan zou moeten zijn dat onze begeleiders meer bezig zijn met zorg en met de cliënt. En wat minder met het beleid, de computer, al die zaken. Wat minder administratie, wat minder bureaucratie misschien? Dat is wat we voor ogen hebben. Ja, ja. Want ook dat sluit er bij jullie waarschijnlijk ook in. Zeker, ja. Vanuit het hier en nu de toekomst in, daar hebben we het nu over gehad. Kan je dan zeggen dat jullie personeel en ook jullie cliënten er straks wat beter uitkomen? In hun dagelijkse routine, in hun dagelijkse gang van zaken? Anders sowieso. Het is een heel leervol jaar geweest. Zonder in herhaling te willen vallen, de dingen die we geleerd hebben is van... Hou je gewoon bezig met waar je voor op aard bent, zeg maar, hè, als ambulant zijnde. Ik denk dat dat een goed inzicht is. En ik denk dat we, los van ambulant, ik denk als samenleving, als maatschappij ook geleerd hebben om de dingen die we voor lief namen niet meer zomaar voor lief te nemen. En dat het dus wel echt mogelijk is dat alles wat je nu normaal vindt, er morgen even niet meer kan zijn. Ja. En ook het vertrouwen dat we dan met z'n allen kunnen doen wat goed is. En dat we er dan ook wel weer doorheen komen. Dat heb ik ook gezien.
En betekent het dan, zonder te zeggen dat alles wat was, dat dat niet goed was, maar betekent het wel dat het uiteindelijk beter gaat worden? Ik vind dat zo'n zwart-wit vraag. Ik denk... Dat zijn de makkelijkste vragen, ja. Zwart-wit. Ja, nou laat ik dan maar ja zeggen. Ik denk altijd dat het jaar wat volgt beter zal zijn dan het jaar wat is geweest. Omdat je kunt toepassen wat je geleerd hebt. Ja. Even nog een persoonlijke vraag. Zelf corona gehad of in de familie of nabij? Of... Nee, gelukkig niet. Ik moet zeggen, wij hanteren de regels redelijk streng thuis. Ik heb 2 jonge kinderen die op school zitten. En daar kom je wel eens in een vliegwielmodus terecht van goh, toch testen, even 5 dagen thuis. Dus dat. En dan moeten we ook niet vergeten dat ook veel mensen thuis met die situatie ook zitten. Het is niet alleen maar werk, het is ook thuis onderwijs geven, dat soort zaken. Dat geldt voor mij in ieder geval wel. Maar gelukkig niet mensen in mijn nabijheid die op een ernstige manier corona gehad hebben of zo. Nee.